We nemen u mee naar de Vlaamse Ardennen. Stefanie Geurts en haar man Chris hebben daar een landbouwbedrijf, vlakbij het Brakelbos. We hebben een 170-tal runderen en akkerland en weiland samen is ongeveer een 75-80 hectare. Ons landbouwbedrijf is ongeveer een evenwicht doordat wij zo'n groot aantal weilanden hebben. Waar onze runderen in de zomer grazen en de bemesting. De mest van onze runderen wordt verwerkt op de akkerlanden, zodat we geen mestoverschotten hebben, dus dat alles eigenlijk in evenwicht blijft. In evenwicht, maar toch niet evenwichtig genoeg voor de stikstofnormen. En dat ligt aan de nabije natuur. Omdat wij gelegen zijn vlak naast het Brakelbos, waardoor dat de stikstofuitstoot van onze stal negatieve gevolgen kan hebben op de natuur. Dat Brakelbos is een beschermd natuurgebied. Ja, inderdaad. En het habitatgebied raakt tot vlak bij ons boerderij. En dat betekent dat er bij wijze van spreken een stikstofwolk is die vanuit jullie bedrijf tot over dat natuurgebied heen hangt. Ja, die dat gebied raakt, waardoor dat moeilijk is om aan vergunningen te raken. En dat is een probleem dat zich situeert hier in de Vlaamse Ardennen, omdat er hier nogal veel natuurgebied is, dus heel wat landbouwers hebben ermee te kampen. Stefanie en Chris erfden het bedrijf een paar jaar geleden van een oom van Chris. Die oom had nog vergunningen voor 10 jaar, maar met Chris als nieuwe zaakvoerder vervielen die. Met het oog op nieuwe vergunningen deden Stefanie en Chris wel allerlei aanpassingen. We hebben de laatste 4 jaar onze stallen verbouwd. Vroeger waren dat allemaal bentstallen, stonden de koeien gebonden, maar we hebben die nu allemaal veranderd naar boksen waar de koeien in vrij rondlopen. En die worden gewoon gestrooid, waardoor dat stikstof en koolstof uit de mest veel beter vastgehouden wordt. Die boksen worden gereinigd en het mest wordt naar het land gevoerd en weer verwerkt. En zo komt het in de kringloop terecht, waardoor dat wij in evenwicht kunnen blijven. Maar uitbreiden kan niet en dus is het bedrijf maar nipt rendabel. Een boerderijwinkeltje moet extra inkomen opleveren. Dit project zijn we een aantal maanden geleden opgestart om ons bijdrage te leveren om de klanten te sensibiliseren om lokaal eten te kopen. Ja. Dit zijn producten van uw boerderij? Nee, er zijn er een aantal bij, maar wij verzamelen ook producten van andere boeren hier uit de streek om ook voor hen een beetje een stimulans te zijn. Sommige landbouwbedrijven in Vlaanderen, zo'n 50 in aantal, moesten omwille van de stikstofnormen zelfs eigenlijk gewoon ophouden. Voor die bedrijven was het eigenlijk de bedoeling dat ze een bedrijf stopzetten en een vergoeding kregen van de overheid. Maar de meeste van hen zijn nog steeds aan het verder boeren omdat er geen budget is om die bedrijven uit te betalen. Zou dat een optie zijn voor u als u geen vergunning krijgt, dan stoppen uitbetalen en stoppen met dit? Als er geen andere mogelijkheden meer zijn en we worden toegedreven, is dat inderdaad geen keuze meer. Maar eigenlijk is ons leven onze boerderij en onze passie en zonder onze boerderij hebben wij geen leven. Dus wij kiezen voor een leven als boer en boerin, een passie. Ja.